je kijkt naar deze nieuwe video en ik ben hier vandaag met... Slide Girl. Ja. En wij gaan vandaag een nieuwe serie opnemen. We hebben er nog geen naam voor. Nee. Ontsnapt of zo. Ja. Ja, zoiets. En dit zijn de paarden van. Deze speel ik. Dit is Mona, het paardje met Meerte de Rijder. En dit is... Een bijvoorbeeldje. Ja, daarna. Het Hunter. Ja, oké. En is Hunter een meisje of een jongen? Meisje. Het is ook een meisje, zijn vriendinnen. Ja. Het is het weidje waar ze blijven, een soort van ponykamp of zo. En er gaan allemaal spannende dingen gebeuren. Dus veel kijkplezier. Ja. Ja. Doei. Het wordt heel spannend. Ja. Ja. Doei. Veel kijkplezier. Ik hoorde dat we zo gaan rijden. Echt? Alweer vandaag? Ja, maar laten we dan nu even lekker gaan spelen. Want ik heb zin om te gaan spelen, bokken, rennen, galopperen en alles. Ja, voordat ik onder het zadel moet. Ja, dat gaat weer lekker strak om je hals zitten. Dat hoofdstel. Ja. Maar goed, laten we nu maar even lekker gaan spelen. Ja. Oh, jammer. Nu kunnen we niet meer spelen. Nu moeten we weer gaan rijden. Ik heb er echt geen zin in. Ja, ze komen om het zadel en al aanlopen. Ja. We moeten echt 2 keer per dag onder het zadel lopen. Ik heb er echt geen zin meer in. Waarom gaan ze niet gewoon zonder zadel rijden? Ja, een keertje gewoon lekker in het bos of zo. In plaats van les krijgen in de bak. Dat is echt geen hol aan. Hé, maar nu hebben ze wel een soort van andere kleren aan. Dus misschien gaan we in het bos rijden. Denk je? Ja, ik denk het wel. Zijn ze daar niet veel te netjes voor? Hun pakje mag natuurlijk niet vies worden. Ja, dat is ook alweer waar. We zien het wel. Ja, inderdaad. Ik heb zin in het rijden. Ja, ik eigenlijk ook best wel. Volgens mij vindt hun te rijden echt superleuk. Ja, Mona ook. Ze zit altijd zo heel erg zo hyper te springen en alles. Ja, ze vinden het ook echt superleuk om in de bak te rijden, denk ik. Ja, dat vinden ze het allerleukst. Daarom gaan we ook voor 1 keertje in het bos rijden vandaag, omdat dat is een beetje saai. De bak is veel leuker. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, deze paarden vinden het toch veel leuker om chic te rijden in de bak. Wat ja. Hebben ze nou weer aan gras? Niks. Nee. Maar goed, laten we gaan opzadelen. Ja. De bak. Wat denken jullie nou weer niet? Ik hou heel erg van bosrijden. Wat hebben wij gras? Alles. Gras is mijn leven, oké? Daarom staan we in dat leuke weidje. Ze snappen ons ook echt niet. Ik haat de bak. Waarom denken ze dat ik het zo leuk vind? Ik vind het alleen maar leuk om lekker buiten te rollen en vies en nat te worden. Maar dat vinden hun dan weer niet leuk. Wat denken ze wel niet? Modder is mijn leven. Ik ben het helemaal met je eens, Hunter. Dit is een zwaar zadel, zeg. Je nieuwe zadel. Maar het is wel super mooi met dat classy mooi roze dekje. Oh, echt super cool. Ik heb nu een handgemaakte leren zadel. Daar had ik echt maanden op gewacht. Nu kunnen wij echt super goed dressuur rijden. Jammer dat we naar het bos gaan, maar ja, dat moet een keertje. Ja, en dan kan ik lekker gaan springen met Mona. Dat vindt ze erg leuk. Toch, Mona? Ja, fantastisch. Ik vind het erg leuk in het bosje. Lekker cross over die boomstammen, maar in de bak. Er zit een vlekje op mijn laars. Snel naar de stomerij, voordat het te laat is. Ja, en daarna, we laten de paarden even alleen. En ja. Daarna gaan we rijden. Ja, snel. Snel. Tuttige meisjes. En het hoofdstel zit zo strak. Dat zadel zit bij mij ook heel strak. En dat handgemaakte, dat kriebelt heel erg. Ik haat het. Ik heb wel een goed idee. Wat dan? Tijdens het buitenrijden gaan we gewoon heel veel bokken en heel snel wegrennen. Perfect idee. Laten we dat doen. Eindelijk vrij van al dat precies. Hallo paardjes. Ik ben weer helemaal klaar om te gaan rijden. Alleen mijn laars was echt gewoon helemaal dood. Dus ik heb gelijk bij de ruitershop nieuwe gekocht. We hebben gelijk bij de ruitershop een heel nieuw jasje gekocht. Ik bedoel, er zat wat stof op. Dat is echt heel erg. We hebben gelijk een nieuwe. Hunter, nu! Auw. Mijn zadel is tenminste afgevallen. Die van jou? Zo te zien ook. Ja, alles is er afgevallen tijdens het rennen. Ik ben echt eindelijk vrij van de dingen. Het leek wel een gevangenis. Ja, inderdaad. Ik heb wel erg honger. We moeten toch wel ergens eten halen. Waar kunnen we dat nou halen? Er is wel een manege in de buurt. Daar kunnen we wel wat eten stelen. Nee joh, we stelen niet. We lenen het alleen. Zo is dat. We lenen het maar voor 20 jaartjes of zo. En we lenen ook alles, want ze hebben toch genoeg eten daar.
Aanvallen! Hé, ik zie daar iets in de verte. Zijn het nou paarden? Ja, volgens mij wel. Wow, laten we snel gaan kijken. Ja, nieuwe paarden op de manege. Gras! Eten! Lekker! We zijn erin. Ik ga lekker eten en liggen. Ik ook. De paarden staan in de wei. Laten we een nekrok pakken of touw en laten we proberen ze te vangen. Inderdaad, ik wil ze zo graag berijden. Ik ook, echt die zwarte is zo mooi. Ik vind die grijze cute. Oké, laten we de nekrops gaan halen. Inderdaad, snel. Hé, ik denk dat het beter is dat we de halsters pakken. Die zijn wat handiger. Ja, inderdaad, kunnen we ze ook gelijk in de stallen zetten. Oké, kom, daar zijn de halsters. Zo, ik heb er één. Ja, ik ook. Zo te zien hebben die paarden best veel honger. Misschien kunnen we wat voer voor ze meenemen. Ja, laten we dat gaan doen. Ja. Maar ja, ze hebben er natuurlijk ook al wat gras, dus laten we het voor je later pakken. Ja, inderdaad. Anders worden ze ook wel weer een beetje te druk ervan. Ja, goed idee. Maar kom, we gaan nu de paarden halen. Ja. Gras. Ik heb nog nooit zo lekker gras op. Ah, dat was lekker zeg. Waar ga je heen? Nou kijk, daar zijn een paar meisjes met voer. Voer! Eten! Eten! Waarom hebben ze hier gewoon geen opening gemaakt? Inderdaad, ik ben er bijna overheen. Ik ook. Mijn voeten willen niet komen. Mijn hoofd wil er niet overheen. Nou ja. Alsjeblieft, mag ik nu eten? Alsjeblieft, nu kan je eten gaan halen. Nou, dit was de video alweer. Hopelijk vond je hem leuk, maar ik kom er nu bloep. Ja, het ging dus echt vreselijk fout. Ja, vooral bij die laatste scène. Ja. Dus veel kijkplezier met de bloopers en dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei. Doei. Alsjeblieft, nu kan je voer gaan halen. Nee. Die moest eigenlijk de andere kant op. Ja, ja, zo. Alsjeblieft, nu kan je... Oh god. Kan ik hem niet de andere kant gooien? Alsjeblieft. Nou ja. Dan gaan ze zo lekker... Oh nee. Hij is omgevallen. Oké, wacht. De volgende scène. Maar gewoon deze zo. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat gaan we de volgende scène doen. Maar ze moet echt niet meer omvallen. Blijf staan, blijf staan. Nou. Doe het dan eens met de poppetje. Ja, oké. Zo. Ja, zo, die staat goed. Oké, nu praat. Laten we de... nee, ik weet het niet meer. Laten we de halsters gaan pakken. Je zei halter. Nee, wacht. Kunnen we dat video terugkijken? Oké, laten we terugkijken. Ja, oké. Kijk zo. Is het er een beetje goed neer? Ja. Oké. Laten we de halsters... Dit deed ik dus echt niet expres. Dit ging echt erg. Echt? Nee, serieus, dat ging echt erg. Die vorige ging trouwens ook echt echt, hè? Oh, god, nee. Is zijn nek gebroken? Nee, oké. Gelukkig. Gelukkig is mooi lintje gebouwd. Oké, zet hem op terug. Oeh, stond hij niet? Zo. Hij staat nu echt met zijn bult tegen mijn naam. En zo gewoon, no, I'm not gonna talk to you. Oké, zo blijft hij tenminste staan. Nee, wat? Zo, begin maar. Oké, we gaan beginnen.